Wat leeft er in de mooie provinciehoofdstad? Dan heb ik het natuurlijk over Lelystad. En als ik zeg mooi, dan kom je ook automatisch uit bij Joke Wolta. Ja, Oos. Goedemorgen, ja. Mannen. Leuk dat ik hier weer ben. Ja, leuk dat vinden om wij ook. Ja. Je ziet er goed uit. Je hebt een leuke roze gestreept blouse aan. Ja, voor de mensen die meekijken. Ja. En een nieuwe bril ook. Ook. Ja. Ja. Was hij niet kleiner? Moest. Nou, hij was nog wel groter, kleiner niet. Nee. Ja, groter kan ook. Ik zag er van de week nog eentje. Nou, dan is je hele gezicht bedekt. Maar dat is hip, hè? Ja, is dat voor jou? Dat is hartstikke. Ja, nou, ik denk. Dan zie je mijn gezicht niet meer. Nou, ja, ook. Waarom is ook niet zo erg, toch? Nou, we gaan ook al meedoen. Ga je ook al meedoen met Arnoud nu? Met dat merkje? Nee. Ik heb al zo'n laag zelfbeeld. Okay. Ja, je moet die lachspiegels eens weghalen thuis. Ja, nou, weet je... Nippen we de promo, ja. We gaan, want anders gaat straks die bel en dan ben ik niet klaar, hè? Nee. Oh, ben je er klaar voor? Hij is nog niet begonnen er wel, hè? Nee, dat is ook zo. Heb je er een beetje zin in? Heel veel zin. Gaan we eerst even dit item noemen. Wat leeft er in... Lelystad. Nou, er leeft heel erg veel in Lelystad. Morgen namelijk is er de Landelijke Vleermuisdag. En dat betekent dat je overal in Nederland vleermuizen kunt spotten. Zie je ze ook vliegen? Een tellen, ja, ook vliegen. Komt Robin ook? Robin komt ook. En hier in Lelystad is het in het Bultpark. En daar zijn dus vleermuissporters welkom vanaf... Sporters of spotters? Spotters. Ja, okay. Je zijn sporters. Oh, sorry. Geef niet. Ja. Maar je moet wel lopen, dus ja, wat dat betreft. Dat is ook sport. Ja, daarom. Om 8:45 s'avonds begint dat. En iemand van Landschapsbeheer die gaat dingen vertellen daarover. Wat leuk, zeg. Ja, en daarna gaan de deelnemers dus op stap. En ze krijgen dan een soort, ja... zeg maar een detector om vleermuizen te detecteren. Ja. En daarmee kun je horen of er een vleermuis dus in de buurt zit en om welk soort het gaat. Want elke vleermuis maakt een ander geluid. Dat vind ik wel heel apart. Hoeveel soorten zouden er zijn? Ik heb geen idee. Nee. Ik weet het ook niet. Ja, dat zullen er dan wel heel veel zijn als je zo'n detector nodig hebt. Ik weet wel dat ze heel snel vliegen. Ik vind ze ook een beetje eng. Nou, je moet zorgen dat ze niet in je haar komen. Maar daar heb jij geen last van. Nee, één keer gehad, dan nooit meer. Maar ik had ze afgeschoren. Ja. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de Ruiltuin. En dat is bij het Bultpark. En dat ligt in de Kempenaar naast de dierenweide. En, En kun je ze dan ook, ruilen? Dan kun je ze ook ruilen als je ze niet leuk vindt. Hmm. En gratis deelname. Dus ik heb even opgezocht hoeveel vleermuizen er zijn. Er zijn er 1100. Zo, kun je nog gaan, hè? Soorten. 1100 soorten. Waardoor meer dan 1 op de 5 zoogdiersoorten dus een vleermuis is. Oh, dat ben ik wel geïnteresseerd. Noem ze eens op. Dat zou ik zeggen. Goed. Verder, Joke, jongens, want anders we gaan naar Uitgast. Ja? Vorig jaar was het niet. Maar nu dus wel, dit jaar wel. Uitgast? Uitgast in het natuurpark is dat. En het is op zaterdag 31 augustus en op zondag 1 september. Ja. En het is een klassiek muziekfestival eigenlijk. Hè? Dus als je van klassieke muziek houdt, moet je daar eigenlijk wel naartoe gaan. Ben jij dol op, toch? Ik vind sommige muzieksoorten wel leuk. Onder andere Bach. Ja. Ja. Mooi, hoor. Mozart ook heel mooi. Shostakovich vind ik altijd zo dramatisch. Tarkovic, maar wel heel mooi. Ja? Ja, ik hou van echt van licht klassiek. Als ik een hele drukke dag heb gehad, ook, dan kom je lekker heel nadrukkelijk aanwezig. In het drukke huis. Dan moet ik even wat klassieke muziek op. Elke dag als je naar huis rijdt, dan kom ik geestelijk gewoon weer eventjes helemaal tot rust. Weet je? Dan kom ik weer als mens aan thuis. Oké. En dat doe je in de auto dan? Ja. Ja. Niet op de fiets, want dan dat is ver fietsen. Dat is te ver. Nou. Ja. Ja. Maar goed, op verschillende locaties zijn er optredens in het natuurpark. Ja. Er is ook een overdekt podium, maar ook op plekken in het natuurpark. Ja. Ik hoop het maar. Als je ervan houdt. Als je ervan houdt. En... Jij vindt dat heerlijk, toch? Dat het 30 graden wordt weer mee. Nee, man. Nee, ik ook niet. Ik vind het zo erg. Ja. 22 graden is lekker, maar verder moet je niet gaan. Nee. Nee, dan overal loopt het zweet doorheen. Hè? Dan lees je, jij zit ook wel eens op Facebook bijvoorbeeld of zo. Ja? En dan zie je van die berichten, hoera, de zomer komt. Oh, weet je, joh. Dat soort teksten. Ja, dat is toch raar. Ja, sommige mensen vinden het heerlijk. Ja, maar daarmee suggereer je dat iedereen het heerlijk moet vinden als je er zo komt. Nee, toch? Nee, want ik schrijf ook, bah, weet je. Schrijf je dan gewoon bah? Ja. Goed, nou, de start is op zaterdagavond 7 uur en tot 10 uur is dat. Ja. En op zondag begint het om 10:30 tot 6 uur. En het complete programma kun je dus even bekijken op de site van uitgas.nl. Ga je het niet helemaal vertellen, het complete programma? Nee. Nee, nee hoor, doen we niet. Geen tijd voor. Volgende. Jij nog 10 seconden. Nee, toch? Nee, nog 2 minuten 5. We hebben hem verlengd. Hiswa. De Hiswa. Oh ja, 4 september, hè? 4 tot 8 september. Ja, dat is wel even leuk om te melden. Sorry, dat gaat van je tijd af. Maar op 4 september zijn wij ook te vinden daar in de haven. Oh, wat leuk. Want dan hebben we een uitzending vanaf de Batavia. Ben jij daar ook dan? Ja, wat we gaan doen is ons geheel ontwaren. Jij ook? Ja.
Okay. We komen allebei. Beetje zwembandjes. Ja. En je kan ons dus ook gewoon aanraken, live ontmoeten, handtekeningen vragen aan Arnoud. Zo. Dat is hartstikke foto leuk. Maken. Dat is erg leuk. Foto op de Batavia. Ja. Ja. Leuk. Kom ik ook. Je kan geen boter, maar kom. We hebben nog iemand nodig voor in het kraaiennest. Moet ik die paal in klimmen? Ja, dat... ja. Oké. Okay. Goed, naast de vele boten die je er kunt zien, zijn er tientallen stands en vele demonstraties. Mm-hmm. Dus voor de botenliefhebbers is dat een must-have. Er zijn ook optreden van zangers, waaronder Dennis Koppen. Ja, waar komt Dennis ook? Gehaald. Ja. Dennis Koppen, dan één kopper, hè? Dat. Ja. Dus voor alle informatie ga dan ook naar de site van de HISRA. Het kost wel geld, hoor. Oh, daar kom ik niet. Dat kost, ja, 15 euro. 15 euro? Voor Dennis Koppen? Ja. Ah. En als je via de site bestelt, kost het €12,50. Vind ik nog te duur. Voor de early birds. Ja. Nou, early birds. Nou, mannen. We gaan nu verder met Lady Start. Ja, wel een beetje opschieten nu. Ben je er nog niet? Nee, ik ben er nog niet. Ik ben er nog even. Ah. Op vrijdag 13 en zaterdag 14 en zondag 15 september is er weer Lady Start. Er zijn op het hoofdpodium treden op, even kijken, Suzanne en Freek. Oh, echt waar? Ja. Nou, die moeten we ook hier even vragen dan, als we toch ook al hier zijn. Bozaris. Ja. Welke dag? Bozaris. Ja. Leeft hij nog? Bozaris, ja, die leeft Keep nog. Keep us all alive. En Treintje Oosterhuis. Ach, een mooi programma. Ja, dat begint om 7:45 en het duurt tot 12:00 s'nachts. Maar ook in Agra treedt op de Comedy Train met stand-up comedians. Oh, ja. Spelen. Ja. Daar ga ik wel naartoe. Al jaren is dat gewoon echt goed. Dat is hartstikke goed. En het is ook wel uitverkocht. Ja. Hoor. En het is om 7:45 avond tot 9:45. En in de Biep is er een lezing van een schrijver. En die heet Thomas Aldeheuvelt. Zo. Op zaterdagavond 8:00 ook. En op zondagmiddag zijn de gratis films te zien in de Agra. Van gratis? 1 tot 3:15. Ja. Wow. Oh. Nieuwe films? Weet ik niet. Of alleen gejaagd door de wind? Nee. Nee, dat doen ze met filmtheater, hebben ze die films. Nee. Ja, ook weer aan van de programmering van die films. Wie doet dat? De Agra zelf. Oh, ik dacht Jules. Nee, die is daar niet van. Joke, je hebt nog heel even. Nog twee seconden. Oh ja, en dan ook nog is er de Nationale Stadsdichtersdag. En die wordt voor de 15e keer gehouden hier in Lelystad. Dus dichters uit het hele land komen daar hier naartoe. En ja, dat is ook wel heel erg leuk. Dichterbij kun je niet komen. Dichterbij kun je niet komen. Ik neem een kit mee. Ja. Is goed. Dankjewel. Nou, het was maar zeer aangenaam.